Dames en heren, hartelijk welkom bij een nieuw spelletje genaamd Gentlemoon. En dit is een nieuw klein horrorspelletje wat ik ga doen speciaal voor jullie. En ik ga het proberen te vertellen wat de bedoeling is en waar het spel over gaat. Hallo! Ik zal je begeleiden door deze game. Bedankt dat je, ja, dat je het spel, dat je de tijd hebt genomen om het te verneuken aan deze game. Oké, nou, laat me vertellen. Er is een zombie-apocalypse. En iedereen is dood. Iedereen. En de grote reden van dit... Iedereen was selfies aan het maken met zombies... in plaats van weg te rennen om te overleven. You were too poor to have a smartphone. Maar ik was te arm om een smartphone te hebben. En dus kon ik dus geen selfies maken. Daarom ben ik dus levend. Maar... de aarde is helemaal volgelopen met zombies. Het is niet veilig om op aarde te zijn. Dus we hebben een groot idee. En dat is, we gaan naar de maan toe. Zo, alles wat we nodig hebben om een raket te bouwen, om naar de maan te gaan, zijn de dingen die we moeten hebben om te overleven. We gaan dus naar de moon reizen, naar de maan. En wij hebben een wapen in onze hand. We kunnen de wapen gebruiken door de zombies dood te schieten. Dus dan weet je dat. We hebben een kerstmisboom, of ja, we hebben een kerstboom in onze handen. Oh, en alleen een echte heer mag deze game spelen. Nou, wat hebben we hier? Bullets. Dat moet ik onthouden, ik pak ze op. En hallo meneer, wat is dit? Hallo, ik zie een pinguïn. En het is een heel leuk muziekje. Ik ben heel blij. We gaan uitkijken voor zombies. Ik heb ze nog niet gezien. Maar we lopen maar naar de gekleurde... plekken disco ballen toe die aan de boom hangen, denk ik. En we moeten uitkijken voor zombies. Ik heb nog geen zombies gezien. Dus ik ben heel benieuwd. Hallo meneer de boom. Gaat er iets gebeuren? Nee, helemaal niks. Ik ben gewoon veilig. Ik loop naar de volgende. Want daar hebben we weer een pinguïn. En ik kijk ook af en toe om me heen. Want ik vertrouw het natuurlijk niet allemaal. Je weet het maar nooit. Er kan altijd zombies komen. Je kunt altijd... oh, daar komen ze! Oh, zoveel! Ik wil niet meer daarheen. Ik moet daarheen. Er komen zombies op me af. Dood. Goed zo. Zijn er nog meer zombies? Nee hè, jullie zijn allemaal dood. Ik ga naar die... nee, nog meer. Dag. Ik wil reloaden. Herladen, dat duurt heel lang het herladen. Er komen nog meer zombies. Weg jullie. Ik geef ze allemaal headshots. Jullie zijn lelijk. Huppie, jullie zijn allemaal lelijk. Opzouten, opzouten, opzouten. We gaan hier naar deze. Is het een... het is een huisje. Wat gezellig. Geen zombies meer? Geen zombies? Nee, mooi zo. Hier naar binnen. Oh, dit is spooky. Zijn die zombies? Zijn die zombies? Ik ga schrikken, hè? Ik ga schrikken. Zijn die zombies? Nee, helemaal niet. Het is helemaal leeg. Oeh, wat is er? Ik hoorde iets. Wat is het? Hallo? Zombies, zombies? Nee, geen zombies? Nee, mooi zo. Hier ligt ammunitie. Kunnen we oppakken. Dat is makkelijk. Maar als we dadelijk zombies tegenkomen... oh, ik ben zo bang. Ik ben bang dat er dadelijk een zombie ineens om de hoek verschijnt. Nee. En ze lopen ook best zo snel. Ik vind het wel. We hebben een televisie opgepakt. Dat is mooi. Kunnen we niet uit het raampje springen? Dat kan! Zombies, 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 zombies! We rennen, we rennen, we rennen! Ze komen achter ons aan. Ik weet het, ik weet het. Vluchten. Waarom gaan ze zo moeilijk dood? Oh, vreselijk. Oké, waar gaan we heen? Ik zie daar weer licht branden. Ik weet niet of we daar naartoe gaan. Maar het is behoorlijk donker. En ik hoop dat die flashlight die we hebben... Dat de flashlight... ja, ik kom niet eens uit mijn woorden. We lopen daar naartoe, naar het licht. Geen zombies die achter me aankomen, dat is mooi. Ik ben er heel blij mee. En er hoeven ook geen zombies op me af te komen. Ik zie ook niet waar mijn leven is. Ik weet niet wat mijn levensbalkje is. Maar we moeten sowieso gaan uit... oh, pinguïn! Hallo, wat doe je hier? Moet ik je oppakken? Nee, helemaal niet. Waarom staat die pinguïn daar? Hij is gewoon te vrolijk. Dat kan niet in de zombie-apocalypse. Misschien is hij de enige overlevende wel, die pinguïn. Ik heb hier wat licht, dat is mooi. Kunnen we, daar zie ik nog wat meer licht. Misschien moeten we daar naartoe. Het is een soort van... een heuveltje waar we tussen zitten nu. Dus als we nu zombies tegenkomen, dan vallen ze mooi in deze heuvel. En dat is alleen maar goed. Ik volg het licht. Zeker weten. Het is heel gezellig, de game. Ik vind het door dat kerstboompje maakt het gewoon wat relaxter allemaal. Maar misschien dat er dadelijk een heel groot zombie monster komt. Ik weet het niet. Ik weet ook niet eens waar we de raket moeten bouwen. Ik weet wel dat we een pokkend lopen nu. En dat er niks is dan... ik hoor bijen. Nee, niet de bijen. Oh shit. Waar zijn bijen? Never mind. Laat ook maar. ik weet niet waar we naartoe lopen. Maar het is al een pokkend. En we komen hier aan bij een cave.
bij een grotje. Loop nou gewoon naar binnen. Ik weet niet of dit de goede kant op is, maar we hebben in ieder geval wel een tv opgepakt. Hallo met dit zombie. Huppakee. Achter me komt niks. Het zijn maar zombietjes. We kunnen één schot doden. Het gaat goed. Het gaat zeker goed. Die doden we. Die doden we. Achter me zit niks. Nee, ik hoef niet elke keer achter me te kijken. Ik weet het. Doe het automatisch. Een engine. We hebben een engine opgepakt. Hallo, pingwin. Je bent er weer. Is dit een save point? Ben jij een save point? Bedankt voor de bullets. Oh shit, er komen weer zombies. Ik weet het. Ik ga uit deze grot. Bedankt voor het waarschuwen. We gaan uit deze grot en... Sorry voor het harde geluid. Maar dit is nou eenmaal een pistoolgeluid. En dat is nou eenmaal hard. Ik loop hier uit deze grot. Wat een vrolijke muziek. Het is een loopje van 3 seconden. Hallo meneer de pingwin. Ga ik de goede kant op? Ik ga naar het volgende licht. We hebben een tv en een... Ik dacht eerst aan een grasmaaier. Het leek wel op een grasmaaier. Het was een soort van... wat was het? Ik weet het niet. Het was een... Wat? Weer een pingwin? Oh shit, hooggras hou ik niet van. Vooral niet als er zombies in de buurt zijn. Ik ga naar dit licht. Ik voel me veiliger. Metal. Ik heb dat metal of dat metaal in mijn broekzak gedaan. Jongens, het hoge gras. Ik hou hier niet van. Ik ga naar het licht toe in het hoge gras. Elk moment kan er een zombie komen. En dan is het gewoon kaart schrikken. Misschien lopen er al 20 achter me aan. Ik zie er wel in de verte eentje staan. Komen de zombies achter me aan? Nee, het is veilig. Daar staat echt een hele vervelende zombie. Is het een zombie of is het een... Nee, iedereen is een zombie. Ze hebben gezegd, iedereen is dood. Zal ik hem schieten? Ik wacht nog even tot hij beweegt. Er komen weer zombies. Hallo en hallo en... Yeah! Geen zombies meer in de buurt? Mooi zo. We komen aan bij... Oh, nog meer zombies. Ik ga je schieten. Nee? Zo. Wat kunnen we oppakken? Bullets? Alsjeblieft. En we gaan hier eens naar binnen. Wat hebben we hier binnen? Bananen? Oh, bananen hebben we voor eten natuurlijk. We hebben eten nodig om te overleven. Dat is het. Waar gaan we nu naartoe? Want het loopt hier misschien wel dood. Misschien kunnen we verder. Misschien moeten we het hele stukje terug. Ik denk dat we het hele stuk terug moeten lopen. En nee, dat is gewoon niet fijn. Ik snap dat jullie niet willen kijken hoe ik als een wezenloos zombies ga doden. En, door zijn hoofd. We moeten echt headshots gaan schieten. Ik heb nog 29 kogeltjes over. 28, excuus. Ik denk dat ik ook niet iedereen moet schieten. Ik denk dat ik gewoon een paar kogeltjes moet bewaren. Voor eventueel... Ja, als er daar een monster komt, of er komen daar nog echt verplicht 30 zombies op af, dan kan ik ze niet alle 30 doden. Oh, nu komen ze dus door het hoge gras. Dit vind ik heel vervelend. Oh shit, ik heb ook een heel slecht bereik van licht, zeg maar. En door dat gras zie ik gewoon nog minder. Oh. Die kerstboom, geef die kerstboom verlichting? Volgens mij wel. Als die kerstboom weggaat, ben ik gewoon een soort van fucked. Dan kan ik gewoon het spel afsluiten en dan ben ik gewoon morsdood. Gaan we naar dat licht toe? Ja, daar moeten we heen. We zijn aangekomen op het grote plein. En dat betekent dat we hier gaan zoeken. Ik zie daar een lichtje branden. Daar zijn we nog niet geweest. Ik weet ook nog steeds niet hoeveel objecten ik nodig moet hebben. Om uiteindelijk die raket te kunnen bouwen. Ik weet hem god niet. Ik weet ook helemaal niet. Ja, we krijgen een missie. We moeten objecten verzamelen. En that's it. Oh, pingwin, hallo. Daar ben je weer. Ik heb je lang niet meer gezien. Maar goed dat je er bent. Ik hoop dat jij een checkpoint moet voorstellen. En anders ben ik screwed als we dadelijk weer een nieuw plekje gaan vinden. Hier zijn we op een nieuw gebied. Oh, een hoop zombies. Er komen nu een hoop zombies. Ja, komt u maar. Goed schieten en goed mikken en dan... Hoppakee. Dag, pingwin. Goed dat je me waarschuwde voor die zombies. Maar ik wist stiekem wel dat die zombies kwamen. Ik kijk ook heel de tijd om me heen, ik weet het. Hier hebben we een huisje. Hallo. En hallo. En hallo. En hallo. Je moet er goed raken, de zombies. Anders gaat het niet goed. Waar zijn we gekomen? Bij een huisje. Ik vertrouw het ook niet in het huisje. Ik denk dat de zombies in het huisje zitten. Oh, pingwin zit erin. Bullets en fuel. We hebben benzine of brandstof. Oh, wow, er komen heel veel zombies. Hallo en hallo. Oh, die komen om het hoekje. Zo, die komen even kijken om het hoekje. Leuk. Hallo, pingwin. Wat gaan we met jou doen? Ik wil je schieten, 1 keer. Niet persoonlijk. Helemaal niks persoonlijk. Ik heb niks tegen jou, maar ik heb ook niks met je. Alleen je bent er wel en je stelt me wel een beetje op rust. Wow. Hallo. Jongens, hallo. Veel te veel zombies. Ik kan het toch niet aan, dit. Ik moet ze wel allemaal schieten, vind ik. Waar zijn ze nu? Zijn ze weg? Ik zag ze net nog. 2 zombies. Waarom zijn ze nu in 1 keer weg? I don't trust. Waar gaan we naartoe? Dag, het is dag. Oh, wat ziet het er mooi uit. En wat een hoop zombies, trouwens. Yeah. En dit is mijn raket. Hebben we hem nu eindelijk gebouwd? Oh, dit ziet er veel beter uit, het licht. Ja. Nee. Nee. Wat?
Is dit het? Wat? What the fuck? Mijn bananen zijn weggevlogen zonder mij. En waarom kunnen bananen? Waarom laten ze me in de steek? Ik ben blij dat het zonder al te veel scare jumps goed is gekomen, Gentle Moon. Ik bedank voor het kijken en tot de volgende keer met een nieuwe video, een nieuwe game. Doei doei!